Suriname Airways, proud to serve you. Ik zie je twijfelen, jongen. Nooit meer twijfelen. Hoezo niet aan staatsolie mentaliteit? Vertrouwen ik op kunnen. Wat extra's rana mange poten briefing. Sa atange alle vrede broko dranga zit. Wat extra's rana san. Wat extra's rana ma wa ma lef mina nga yo. Ik vertrouwen ik op kunnen. Anes don't do I do. Dus mijn plan is blijven vertrouwen wat ik kan. Dat olie, je bent de man. Wat heb je dus rana man in alle uroko aman swing om te zorgen voor een basis. Iedereen bakap ching. En let van een kan bribi precies so you can drink. Vertrouwen ik ook kunnen alle ding. Speciale aandacht voor mangroven op Wereldaardedag. Heel de wereld vraagt aandacht voor Moeder Aarde. En Brandon gaat binnenkort verhuizen. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe uitzending van het 10 minuten Jeugdjournaal. Het is vandaag Wereldaardedag. Over de hele wereld staat men stil bij het belang van onze planeet. Zo ook op de plantage Johanna Margarita, waar de leerlingen een speciale presentatie kregen over de natuur in hun omgeving. De kinderen leerden onder andere over de gevolgen van vervuiling en waarom het zo belangrijk is om goed voor de natuur te zorgen. Ook werd er gesproken over de effecten van het kappen van mangroven en onthulden de leerlingen een zelfgemaakte muurschildering. Laten we het samen doen. 2, 3. We zijn het vieren van de dag van de aarde, want zonder de aarde kunnen we niet leven. Zonder voedsel kan je het ook niet leven, dus voor de aarde moet je dankbaar zijn. We praten over de wereld, dat je niet zomaar rommels op de grond mag gooien. En als je een ton ziet, moet je erin zetten. Dit project is gestart door Usha Setnarain. Toen zij hoorde over de zorgen die de bewoners van Johanna Margaretha hebben over de natuur, maakte zij een plan om de jeugd bewust te maken van hun omgeving. Het project is eigenlijk al 2-3 weken of zo goedgekeurd. Maar de bedoeling was van laten we het launchen op deze speciale dag, Wereldaardedag. Dus dat het hier al begint met die bewustwording waarom we Moeder Aarde moeten beschermen. Vandaag heb ik heel kort aangegeven waarom Wereldaardedag en wat we allemaal moeten doen om de aarde te beschermen. En dan wil ik de leerlingen zo meteen meenemen het zwamp in. Als ze hebben gezien, want dat spreekt ze eigenlijk beter aan. Dan weten ze van
hoe ze zaken moeten aanpakken. Als ze vuil bijvoorbeeld, als ze in het kanaal zo meteen gaan en ze zien vuil, dan kan je ook aan van hier, kijk, zie je hoe vies het is en wat het allemaal voor kan zorgen. We zijn nog lang niet klaar, dit is echt stap 1. Ik ga nog vaker hier komen om andere activiteiten met ze te doen, ook bewustwordingssessies, waarbij ze ook posters gaan maken, die we dan gaan plaatsen, maar ik wil ook een kleine documentaire door hun zelf laten maken. Na de presentatie gingen de kinderen in boten het nabijgelegen zwamgebied bekijken. Usha hoopt dat de kinderen veel hebben geleerd van de middag en daardoor in de toekomst beter voor hun omgeving zullen zorgen. Usha hoopt dat de kinderen veel hebben geleerd van de middag en daardoor in de toekomst beter voor hun omgeving zullen zorgen. Niet alleen in Suriname, maar overal in de wereld wordt vandaag aandacht besteed aan onze aarde. Samen bedenken we plannen hoe wij een duurzame toekomst voor planeet Aarde kunnen garanderen. Zodat niet alleen wij, maar onze kinderen, kleinkinderen en de kinderen die daarna volgen nog volop kunnen genieten van alles dat de aarde ons te bieden heeft. Iedereen kent het belang van een goede verzorging van onze aarde. Deze kinderen in Peru wonen in de stad Chilca en houden van hun woonplek vanwege de vele stranden. Maar deze stranden zijn niet helemaal schoon. Ahorita vamos a ir a cuidar nuestra playa. Nosotros los niños merecemos un mundo limpio, por eso estamos trabajando. De kinderen halen zoveel afval van het strand, dus ze zien gelijk het resultaat van hun harde werk. En ze leren ook hoe zij met het verzamelde afval leuke dingen kunnen maken. La gente no sabe que con la basura que botan se pueden hacer bastantes cosas. Wereldaardedag is er om mensen te inspireren en te stimuleren om actie te ondernemen om onze planeet te helpen met het voortbestaan. Een duurzame toekomst heet dat. We can form a group to raise funds from the people living around to buy those waste garbage, those waste bins. The garbages will be put in the waste bin instead of burning. Nosotros queremos que en los colegios se enseñen sobre el medio ambiente, como sembrar los árboles que nos dan oxígeno para respirar. Dus, zorgen voor je aarde is helemaal niet moeilijk. Als je alvast ervoor zorgt dat je afval vanaf nu in een ton of vuilniszak doet, heb je de aarde al een beetje op weg geholpen om gezonder te worden. En wie wil geen gezonde aarde hebben? Wij allemaal toch? Wilde dieren in woongebieden van India. Nintendo bestaat 25 jaar en maakt kennis met stunthond Jumpy. Het is nu tijd voor ons korte nieuwsblok. Jumpy is niet zomaar een hond, maar een echte stunthond. Samen met zijn baas Alex maakten zij een filmpje waarin ze springen en salto maken. De hond loopt op zijn twee poten, het baasje op zijn twee handen en ze skateboarden. Om het filmpje te maken hebben de hond en zijn baas enkele dagen door parken in de Amerikaanse stad Los Angeles gerend, gerold en gesprongen. Maar hoe heet die sport eigenlijk? Alex en Jumpy doen een parcours. Een loopsport die ontstond in Frankrijk. Je moet proberen hindernissen te overwinnen op een zo vloeiend en snel mogelijke manier. Parcours kan je overal doen, maar de meeste sporters springen en lopen in de stad in de buitenlucht. Het is een sport voor durvers. Stunthond Jumpy en zijn baas boeken heel veel succes met hun filmpje op het internet. Er ontstond een grote paniek in een dorp in het westen van India toen de inwoners ontdekten dat de luipaard zich schuilt hield op een van hun daken. De inwoners van het dorp probeerden het dier weg te jagen, maar het doodsbenauwde luipaard viel zelf een man aan. Het is niet de eerste keer dat een luipaard de mens aanvalt. Waarom vallen deze dieren mensen aan? De bossen en heuvels waar de luipaarden leven worden bedreigd door de illegale ontbossing en de uitbreiding van de steden. De dieren vinden geen voedsel meer en zoeken eten waar mensen wonen. De Indiase autoriteiten kunnen het luipaard vangen en zullen het weer vrijlaten in het wild.
Heb je ook ooit nog gespeeld op de Game Boy van Nintendo met je vrienden? Het spelletjesapparaat viert zijn verjaardag. 25 jaar geleden kwam de Game Boy op de markt in Japan. Het had een zwart-wit scherm en Tetris was het populairste spelletje. Iedereen vond de Game Boy geweldig. 120 miljoen exemplaren gingen de deur uit. Vandaag heeft het Japanse bedrijf minder succes. De Nintendo 3DS en de Wii U voldoen niet aan de verwachtingen. Ze krijgen grote concurrentie van de smartphones en tablets. Maar gelukkig zijn er nog Mario en zijn vrienden. Geliefd en beroemd en alleen op de Nintendo te vinden. De toekomst zal uitwijzen of Mario de concurrentie zal overleven. Herinner jij je het verhaal van Brandon nog? Hij woont samen met zijn ouders en zijn broertje langs de Koezewijnenstraat. Maar dit gaat binnenkort veranderen, want dan verhuizen zij naar hun eigen huis. Dit is Brandon. Sinds 2012 woont hij samen met zijn ouders in dit zelfgemaakt huisje, maar niet voor lang meer. Van de overheid hebben de ouders van Brandon een stuk perceel gekregen en ze zijn nu druk bezig met de bouw van hun nieuw huis. In van deze week ga ik naar mijn eigen huis, waar ik goed kan spelen, want hier is het drukte, dus ik kan niet vrij spelen met mijn broertje. Dus autorijden ook hier zoals gekke. Zo, ik heb een erf gehad van het voorzitter. En nu zijn we bezig te bouwen. Maar het gaat wel een beetje lang duren, omdat het regen, dat houdt het wel even op. Dus ik ben wel blij, omdat ik in mijn eigen huis ga blijven. Want daar kan ik wel goed uitrusten. Over een maand moet het huis af zijn en kan de familie haar intrek nemen. Brandon nam ons mee naar de plek waar hij binnenkort gaat wonen. Hier achter mij is mijn nieuw erf, dus ik ben nog niet klaar om te bouwen. Dus een andere dag wanneer ik hier kom, daar had ik door met mijn werk. Ik bouw het samen met mijn moeder en mijn vader. Ik ben blij dat ik hier straks ga wonen, want daar zo waar ik blijf, lekt mijn dak. En wanneer ik hier ga straks wonen, kan ik vrij slapen. Mijn dag gaat niet lekker, kan ik ook vrij spelen. Door de problemen werd Brandon flink geplaagd op school, dus ging hij niet meer. Maar ook dat is veranderd. Brandon gaat weer naar school en doet hard zijn best. Binnenkort verhuizen Brandon en zijn familie naar een nieuw huis. Als het zover is, gaan we even langs om te kijken hoe zij het dan maken. Dat was het voor vandaag. Fijn dat je hebt gekeken en tot morgen. Doei! Suriname Airways, proud to serve you.